Hallo, welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Leroy en als eerste voor iedereen wat kijkt, happy Halloween. En ik ga de open maandreding doen voor het sterrenbeeld boogschutter. Herken jij je er nou in, dat is het helemaal prima. Herken jij je er nou niet en dat is ook geen probleem, vandaar dat het ook de open maandreding is. En deze loopt van 31 oktober tot en met eind november en rondom 1 december komen er weer nieuwe readings online te staan. Dus we gaan kijken voor je boogschutter van hè, hoe gaat het met jou in deze tijd? Hoe gaat het met je werk, je carrière, je liefdesleven, je relatie, je ontwikkeling? Wat dan ook natuurlijk, het kan allemaal. Voel jij je goed in deze periode? Voel jij je verbonden met alles? Of juist helemaal niet boogschutter, hoe dat zou kunnen? We gaan het zien en ook een maandreading voor een sterrenbeeld boogschutter. Oké, boogschutter. Je zit op het moment een beetje onder een bepaalde druk. Wordt hier als eerste aangegeven. Je wilt je in een bepaalde vorm of een bepaalde ding misschien meer losmaken. Je wilt wat grenzen aangeven. Je wilt het een en ander gaan opruimen. Ga dit dan doen. Ga hier dan ook bepaalde keuzes in maken. Zet daar een bepaalde grenzen neer, boogschutter. Dat mag jij meer gaan doen, doordat je dat doet, ga jij je uiteindelijk ook beter voelen en ook sterker voelen in je eigen energie. En het gaat je ook de komende periode er heel erg omhoog zitten om met gelijkwaardige contacten in verbinding te blijven. Je wilt niet meer van minder gaan. Je hebt misschien het een en ander vaker geïnvesteerd in mensen. En je hebt niet het gelijkwaardige eruit teruggekregen. Daarin zet je de grenzen en heb je zoiets van, je wilt meer gaan voor een vorm van gelijkwaardigheid. Je wilt het een en ander ook op een andere manier terug gaan ontvangen. Ga daar goed naar kijken, boogschutter. Doordat je dat doet, krijg je ook veranderingen in jouw energie. En krijg je ook nieuwe ontmoetingen waar jij je sterker en beter bij gaat voelen. Wat ik al zei, je wilt je losmaken. Deze kaart krijg je op zijn kop. Dus je gaat je losmaken uit een bepaalde situatie. Je hebt het inderdaad wat zwaar gehad de afgelopen periode. Misschien veel gegeven of veel geïnvesteerd op bepaalde dingen en er weinig op teruggekregen. Maak dan die veranderingen, boogschutter. Pak het juist vanuit ook inderdaad anders aan. En dan heb je de wereld in handen. Je hebt algemeen misschien meer de komende periode daar de wereld in handen. Waar je op mag gaan vertrouwen. En waaruit je dan ook bepaalde stappen mag gaan zetten. Maar durf er wel wat voor te doen, boogschutter. Twijfel er niet aan. Misschien heb je werkgebied, carrièregebied, eigen bedrijf, andere gedachten. Misschien heb je ze van, een bepaald creatief idee. Pak dat dan aan op die manier. Ga het ook daar anders ondernemen. Want ook dat wil zeggen vanuit jouw energie dat het meer naar voren wil komen. En dat je daaruit ook inderdaad het een en ander anders in mag gaan aanpakken. En mag gaan veranderen voor jezelf. Oké, mooi. Wat je dus naar mijn beeld ook heel duidelijk verdient. En bescherm daarbij als een draak. Natuurlijk ook heel erg goed. Naar wat je al hebt ondernomen en naar wat je hebt opgebouwd. Ga niet zo iedereen hier binnen laten in deze energie. Bepaalde dingen moet je juist ook boogschutter in de energie voor jezelf houden. En daaruit andere stappen nemen. Daar gaat het om. Oké, duidelijk verhaal boogschutter. En dan ga je ook naar mijn beeld ook steeds sterker voelen en krachtiger voelen in je eigen energie. Dat je het ene en ander en dat anders kan gaan ondernemen, kan gaan aanpakken. En wat daardoor ook meer verandering gaat brengen. Oké, duidelijk verhaal voor de boogschutter. Goed. Dan gaan we door naar de boogschutter die single is. Sta je open voor de liefde voor dit moment? Of heb je ze van nou, hè, ik heb de tijd en ruimte voor mezelf even nodig? Of ben je misschien, hè, hoe dat zou kunnen, verliefd geraakt? En heb je nu een verbinding wat je aan bent gegaan? Dat je denkt van het lijkt me hartstikke leuk en ben steeds meer verliefd aan het raken. Het kan allemaal. We gaan het zien. Single boogschutter. Single boogschutter, wat wordt aangegeven? De eerste kaart, balans. Je vindt het belangrijk om een vorm van balans te bewaren, boogschutter. Je hebt een onrust gehad, je hebt misschien een voorgaande relatie wat moeilijk is geweest. Je vindt het nu belangrijk als eerste om balans te houden. Dit kan ook trouwens ook met materiële zaken te maken hebben. Ja, en de gevoelswereld een beetje op zijn kop. Dus het wil zeggen van, je bent nog maar moment wat voorzichtig. Je hebt zoiets van, ik heb nog wat tijd en ruimte nodig. Uiteindelijk wil je wel een verandering maken. Maar je hebt nog op zijn kop. Je hebt tijd en ruimte nodig in bepaalde vorm boogschutter. Misschien ben je wel een beetje op de uitkijk. Misschien heb je wel misschien iemand ontdekt of iemand ontmoet.
waar je een bepaald gevoel voor hebt. Zou kunnen, verdien je. Bekijk dan ook op die manier heel duidelijk goed voor jezelf boogschut. En zet van daaruit ook dan, ja, bepaalde stappen. Doordat je dat juist doet, ga er voor je uiteindelijk ook voelen weer boogschut door een nieuwe liefde. Ook als een overwinning. Wat trouwens ook heel duidelijk een vuurteken kan zijn. Ram, leeuw, boogschutter, waar je een relatie mee kan gaan krijgen. Wat misschien wel gaan binnenkomen in jouw energie. Stel je even open en zet ook bepaalde stappen voor. Onderneem maar het een en ander voor en laat het dan ook heel duidelijk naar je toe komen. En het brengt je dan vandaaruit ook steeds meer veranderingen boogschutter. Okay. Erg belangrijk om daar goed naar te kijken. En goed je grenzen aangeven. Goed zeggen van... Dit wil ik wel, dit wil ik niet. Je hoeft natuurlijk in die vorm ook niet meer voor minder te gaan. Dus let op meerdere punten boogschutter voor de nieuwe vorm van liefde. Want je hebt geen behoefte meer aan terug te gaan naar het verleden. Waar je dus een relatie hebt gehad boogschutter. Waar je vrijwel in vast zat. Oké. Maar deze krijg je op zijn kop. Dus dat wil zeggen, je hebt een paar dingen ook heel duidelijk bewust inderdaad ook achter jou liggen. Vanuit het oude, waar je niet meer naar terug hoeft. Oké, boogschutter. Pak dit dus heel duidelijk ook inderdaad anders voor jezelf aan. En dan ga jij je ook beter voelen daarin. Daar gaat het om. Oké, duidelijk. Goed. Dan gaan we door naar de boogschutter in een relatie. Sta je open voor, of ja, zo moet ik het zeggen. Gaat het goed in jouw relatie, boogschutter? Voel jij je verbonden in jouw relatie? Of precies van nou, hè? Ben je alles alleen aan het doen? Dat schiet eigenlijk niet op. Ook dat zou kunnen. We gaan eens in boogschutter in een relatie. Of zijn jullie inderdaad misschien dat gouden duo, dat gouden setje waarvan je kan zeggen van nou, we zijn zo sterk verbonden. Hè? Dat jullie gegund. En er komt niks meer tussen. Kan allemaal. Boogschutter in een relatie. Oké, kijk. Eerste kern, hartstikke mooi. De zon. De zon laat zich zien wat staat voor heven warmte, geluk, positiviteit, andere opbouw, andere energie. Ontwikkeling in jouw relatie boogschutter, vooruitgang, nieuwe inzichten. Tweede kaart, financieel uitdagingen aan te willen gaan. Financieel in een anders willen opbouwen. Ook op een andere manier aan te willen pakken, boogschutter en relatie. Niet verkeerd. Derde kaart, op zijn kop. Je maakt je los. Je hebt gewoon geen behoefte meer aan om nog in dingen vast te zitten in je relatie. Je wil een vooruitgang. Je wil vooruitgaan. Je wil ook heel erg zeggen van ik wil niet meer van minder gaan. En ik wil het ook op die manier inderdaad goed kunnen aanpakken voor mezelf. Ik ga het niet meer van minder doen. Boogschutter. Oké, niet verkeerd. Pak het aan. En dat brengt je ook heel erg daar in de veranderingen. En dan komt ook de nieuwe ontwikkeling in de gevoelswereld eraan. Boogschutter. Mooi. Ontzettend positief, dit verdient, je houdt het vast, zet van hieruit bepaalde stappen. En laat je eigen kracht, laat je eigen energie daarin zien. Pak het anders aan en dat brengt je veranderingen, boogschutter. Daar gaat het wel om. Mooi. En maak samen de keuzes. Ga samen deze poort maar door. Maak samen bepaalde keuzes. Pak het hier inderdaad ook anders aan. Doordat je dat doet, boogschutter... Ga er naar mijn beeld ook de goede kant op. Oké, mooi. Goed. Duidelijk verhaal, boogschutter en relatie. Dit kan je wel houden vast. Goed, boogschutter. Stel een duidelijke vraag voor jezelf. Daarop neem ik dan een orakelkaart. Dat is je antwoord. Dus, boogschutter, stel je vraag. Oké. Het antwoord voor de boogschutter is. Oké, jouw antwoord is boogschutter bescherming. Oké. Weet dat je hier bepaalde fundamenten hebt neergezet of bent neer aan het zetten. Dat je in een transformatie zit en dat je in een bescherming zit. En hier zie je hier duidelijk de duivel. Dat wil zeggen, het hogere, het goddelijke, helpt je inderdaad met meerdere dingen boogschutter. Hou daar aan vast. En dat je dat doet... Brengt het je verandering? Dit verdien jij. Ga zo door. Oké. Hartstikke mooi. Voor de boogschutter. Oké, goed. Mooi. Werk goed met je spiritualiteit in deze periode, boogschutter. Hè? We zitten in
Halloween, happy Halloween nogmaals. De sluier is nu dun, overleden dierbaren kunnen ze meer bijstaan. Maak er gebruik van, laat hun energie toe. Dat is ook belangrijk, even extra wel meegeven. Goed, in ieder geval weer bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat je onder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hai hai.